Welkom bij weer een nieuwe Mario vs Donkey Kong. We gaan naar de Schemerstad. En zoals jullie weten, vertel ik je feitjes over allerlei... Over allerlei leuke dingen in deze Mario vs Donkey Kong video's. En aangezien we nu in de Schemerstad zijn, wil ik het met jullie over New York gaan hebben. Want ja, ik wist niet zoveel te vertellen over een Schemerstad. Maar wel over New York. Eens even koekeloeren. Zo, en dan gaat geel aan. Ja, ik ga namelijk eind mei weer naar New York. En ja, jullie weten misschien wel waarom ik zoveel New York hou. Enerzijds is het natuurlijk gewoon een super vette stad. En anderzijds staat de Nintendo winkel in New York. Er zijn maar 2 Nintendo winkels in de hele wereld. Eentje daarvan is in Japan en die andere is in New York. Dat is super vet dat ik daar weer naartoe ga. Daar heb ik onwijs veel zin in. Koekeloeren, zo. Hatseflats. Jullie kunnen dan ook weer content van mij verwachten die ik vanuit New York ga maken. Dus dat wordt ook heel erg dope. En ik hoop dat jullie daar al naar uitkijken. Als je daar naar uitkijkt, doe zeker even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als je van Nintendo houdt. Want dan moet je op dit kanaal zijn. Hoppakee, dan hebben we level 1 gehaald. New York is natuurlijk een van de allerpopulairste steden in de hele wereld. Terwijl ik hier word bekogeld met van alles en nog wat. Maar hoe ga ik daar dan... Wat moet ik doen? Even kijken hoor. Oh wacht, ik moet ze laten vallen denk ik. Zo, en dan moet ik die knop zo indrukken. Als ze allebei op dat gele platformpje zijn, en dan zijn ze nu daar. Kijk, en dan kan ik er zo, hoppakee, overheen. Yes. Maar New York is een van de populairste steden in de hele wereld. Er worden maar liefst 111 filmopnames of videoclips per dag geschoten in de straten van New York. Per dag. Ik bedoel, dat is insane. Hoe moet ik eigenlijk nu verder? Oh, wacht. Weet ik wel. Zo. Of achterwaartse salto. En dan hier naartoe. Zo. Beetje laten zakken. Kan ik een uppie pakken. Zo. Gaan we hier omhoog. Maar 111 per dag in de straten van New York. Dat is toch niet normaal. Ik vind het echt niet normaal. Oh, ik had eerst de knop in moeten drukken. Ik had eerst de blauwe knop in moeten drukken. Misschien... Ja, gek. Ik had er gelukkig nog wel terug. Kijk, nu kan ik gewoon daar overheen. Daar had ik misschien net ook wel overheen kunnen lopen. Ja. Wacht, we gaan dit even anders doen. We gaan dit zo doen. Oh, ik dacht dat het nu niet goed zou gaan. En dat gaat het. Nou ja, het kan wel. Met de achterwaartse salto kan Mario alles oplossen. Of toch niet? Nee, dit gaat niet. Nee. Ik moet nog wat doen. Ik moet die banden richting de andere kant opzetten. Is op zich niet zo moeilijk. Is gewoon hierop drukken. Zo, en dan ga ik dit nog halen. Ja, ik ga toch heel even wachten. Geen zin om aan het einde van de level dit toch weer niet te halen. Dit muziekje doet me ook denken aan die jazz die je in New York hoort. Die de cafés en zo. Super dope. Ja, ik heb super veel zin om daar weer naartoe te gaan. Hoppakee, we hebben alle cadeautjes en level 1 gehaald. Nice. Hatseflats, perfect. Door naar level 2 in deze wereld. Wereld nummer 8. Wat ik ook echt een bizar feitje vind, jongens, is dat 1 op de 20 New Yorkers miljonair is. 1 op de 20. Maat. Ik bedoel, in liedjes wordt er altijd over gezongen, hè? Dat je in stekels valt en zo. In liedjes wordt er altijd over gezongen. Dat als je het wil maken, weet je wel, dan moet je echt in New York zijn. Want dat is dan de place to be om iets van je leven te maken als je van showbiz houdt. Dat blijkt. Ik vind dat wel een bizar getal, hoor, hé. Oké, dit gaat zo. Dan moet ik ergens nog een knop indrukken. Dan kunnen we zo dat cadeautje gaan pakken. Oh, dat lukt zo ook wel, ja. Tenminste, dat denk ik, ja. En dan kan ik me zo laten vallen. Dan moet ik nu alleen de blauwe knop nog indrukken. En de sleutel gaan pakken. En dan zijn we er al zo'n beetje. Moeten we nog even hier naartoe. Zo, deze de andere kant op laten gaan. Ja. Zo, even erop gooien. Denk ik een achterwaartse salto. Ik weet niet of dit echt de manier is waarop je dit zou moeten doen. Maar het is wel de manier waar ik het deed. Ik vond dit even het makkelijkste. Wat zijn dit voor prullenbakken? Oh, die beginnen te lopen als ik erop ga staan. Of, ja, is dat het ding? Gaan we hier dit cadeautje pakken? Tenminste, dat hoop ik. Ik denk niet dat ik die kan pakken zo. Nee, die kan ik niet pakken zo. Ik moet dan eerst even de gele knop indrukken. Oké, we gaan op onze handen staan en dan gaan we hierop. Want dan kunnen we niet geraakt worden. Kijk, dat. Lekker bezig, Mario. Hey. Oké, dan gaan we dus deze indrukken. Dan zijn hier boven wat enemies. Die gaan van die dingen lopen gooien op het moment dat ik op hun spring. Maar dat vind ik helemaal prima. Kijk, nu kan ik dit cadeautje hier ook pakken. En naar beneden. Waar moeten we eigenlijk zijn? Waar is het einde van het level? Oh, dat is daar. Ja, ik zie het. Gelukkig gaan die shy guys pas met dingen gooien op het moment dat ik ze aankijk. Ja, let's go.
Oké, okay, rode knop. En dan zijn we bij het einde. Kan ik hem even oppakken, zo. En dan moet ik gewoon wachten tot hij terugkomt. Dat gaat nog wel even duren. Dan heb ik nu een ander feitje. We hadden het net over dat 1 op de 20 New Yorkers dus miljonair is. Op een gegeven moment kosten zo'n taxivergunning, je weet wel, die gele taxis die daar rondrijden in New York, een taxivergunning kostte op een gegeven moment gewoon $1 miljoen. $1 miljoen, dat is toch niet normaal? En dat zou betekenen dat zelfs de taxichauffeurs daar miljonair zijn. Misschien is dat nog steeds wel zo, maar de taxilicenties om daar nu taxi te mogen rijden kosten nu $100.000 tot $150.000. Is nog steeds knetterveel geld. Maar goed, ze zullen het er wel uithalen. En als we dan toch over miljoenen hebben in combinatie met New York. Wat is deze guy trouwens? Wat is dit? Ik kan hem niet oppakken. Wat is dit? Wat is dit voor grappie? Wat doet hij daar? Misschien moet ik gewoon eventjes deze knop indrukken. Misschien moet ik me helemaal niet even druk maken wat die grappie daar doet. Anyway, we hebben het dus al de hele tijd over miljoenen en over New York. Op een gegeven moment moet ik dus de rode knop weer indrukken. Oh, wacht even. Misschien... Is dit het idee? Dat ik nu... Ja, natuurlijk. Ik zit veel te moeilijk te denken, maar dat is helemaal niet zo moeilijk. Jeetje. Rick, kom op. Het is wel moeilijk, want nu kan die laatste kan niet verder. Ik moet dit even gaan timen. Maar hoe time ik dit dan? Want nu is die ene wel goed, maar die andere niet meer. Ik snap het niet. En de tijd is bijna op. Anyway, in New York, jongens. Dat is niet normaal. In New York worden meer dan 10 miljoen koppen koffie per dag gedronken. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik lust geen koffie. Ik vind koffie heel smerig. Ik vind koffie zo'n beetje het allervieste wat er gewoon bestaat op deze wereld. dus mij niet gezien dat ik koffie ga drinken. Volgens mij zijn we er nu. Ja, nu zit alles goed. Behalve die kleine hier onderin, maar dat kunnen we dus zo oplossen. Met die achterwaartse salto. Jongens, dat lukte net ook. Mario, dat lukte net ook. Waarom lukt je dat nou niet meer? Oh my god. Nu zitten ze goed. Behalve weer die linker, die rechter bedoel ik, die kleine hier zo. Maar gelukkig, oké, okay, ik ben nu boven. Spring erin. Ja, hebben. En spring. Oké, okay, hè. Nu de blauwe knop. Dan kan deze weg, want ik moet nu toch naar de andere kant. Zo, otsi-flotsi. Ja. Hè. Tjonge, jonge. We zijn er. Oké, okay, wat is dit? Wat gebeurt... wat gebeurt hier allemaal? Kan ik dit? Ja, ik kan wel gewoon zo dit stukje lopen. Oké, okay, cool. Een ander leuk dingetje is dat Nederland... Nederland was vroeger gewoon de eigenaar van New York, hè? Toen heette het ook Nieuw Amsterdam. En op een gegeven moment... Oh, ik had moeten bukken. Oké. Okay. Nederland kocht New York destijds voor 60 gulden. Ja, je gelooft het niet. 60 gulden en New York is van jou. Ja, nee, dat hoeven we nu niet meer te verzinnen in deze tijden. Even kijken hoe ik hier naar de overkant kom. Maar ja, ik heb dit aardig goed gecontroleerd gedaan. Zo. Dan die knop indrukken. En ik denk ook deze knop. Ik denk dat dit wel nodig is. Oké. Okay. Ja, dan kunnen we hier naar boven. Maar op een gegeven moment werd New York dus veroverd door de Engelsen. Dat was allemaal in de jaren 1600 nog wat. En de Engelsen die noemden het toen dus New York. Dat is hoe het New York is geworden. Maar ja, voor 60 gulden kon je destijds New York blijkbaar kopen. En ook deze wereld hebben we weer perfect afgerond. Hallo donkey. Oké, wat gaan we doen jongen? Ik kan nu denk ik niet dat cadeautje gaan pakken. Nee. Dat is onmogelijk. Als ik deze knop indruk, kan ik dan wel het cadeautje pakken? Nee, dan moet ik echt de gele knop voor indrukken. Dus even koekeloeren waar we allemaal naartoe gaan, hoor. Ik kan hier wel dit cadeautje gaan pakken. Dat is top. Gewoon springen. Oh my god, ik wist niet dat ik hem los zou laten. Oké, okay. Dan kunnen we hier gele knop indrukken. Dan kunnen we nu dit cadeautje pakken. Dat is top. Moet ik denk ik weer de blauwe indrukken? Misschien dat ik de gele ingedrukt moet houden. I don't know. Ik heb zo'n vermoeden dat die gele ingedrukt moest houden. Maar ja. Oké, okay, we zien het wel. Misschien kan het allebei. Moeten hier naartoe. En dan hier naartoe. Oké, okay, dan gaan we hier naar boven straks. Daar de sleutel pakken. Ik denk dat ik eerst even die rode knop in moet drukken. Gaan we gewoon zo. Gaan we hier naar de volgende springen. Oh, of niet. Oh, of wel. Zo, oké. Okay, lekker. Ja, dan kunnen we rustig hier naar beneden. Ja, nice. Oké, okay, dit level hebben we. Toppie. Ja, en in de meeste grote steden in Nederland hebben we allemaal wel een metronetwerk. Weten jullie vast wel. Alleen s'nachts zijn de metro's vaak... die rijden dan niet. Ik woon in Rotterdam en in Rotterdam in ieder geval niet. Misschien is het in Amsterdam wel zo. Dat weet ik niet. Daar kom ik gelukkig niet zo vaak. Ik wou zijn staart pakken. Maar het lukte niet. Nu lukt het wel. Maar in New York zijn er heel veel metro's die gewoon lekker de hele dag doorrijden. Dat is wel grappig. Dus ook gewoon in de nacht. Ik wil mee met de volgende... Nee, ik wil mee met de volgende... Of misschien kan ik lopen? Oké, okay, ik kan lopen. Maar daar is dus gewoon 24/7 een metro die rijdt. Ik ga eventjes die laten vallen.
Zo, ik denk dat dat de bedoeling is. Oh, dit muziekje is wel echt heerlijk, jongens. Ik kom echt helemaal in die New York sfeer. Dit is echt lachen. Oké. Dan moet ik me op het juiste moment straks laten vallen. Die achtergrond hier lijkt ook wel echt op New York. Met die hoge wolkenkrabbers en zo. Dat is natuurlijk ook hoe New York er dan uitziet. Super cool. Hartstikke idee. Level 5. Voor de mensen die wel eens in New York zijn geweest, die weten vast wel dat er echt overal en ergens pizza is te vinden. Nou, in 1895 zie ik, werd de allereerste pizzakraam of winkel geopend daar. En die heet Lombardi's. En Lombardi's, die is er dus nog steeds. Daar kan je nu nog steeds gewoon een lekker pizzaatje halen als je daar zin in hebt. Oh, ik had denk ik misschien even die sleutel moeten pakken eerst daarboven. Maakt niet uit. Dan gaan we gewoon voor een cadeau. Doen we even een salto achterover. En dan gaan we deze indrukken. Oké, gaan we hier even chillen. Deze indrukken. Sleuteltje naar die kant gooien. Oh, wacht even. Ja, die moet dan wel eerst echt die kant op zijn. Zo. Oh, dit is natuurlijk niet goed. Ik moet zelf ook even die kant op. Kan niet naar beneden klimmen met die sleutel. In dat geval dien ik dit heel goed te timen, denk ik. Door strakjes precies op het juiste moment op deze... Ah, nee, hij blijft liggen! Ik dacht dat ik hem goed had gegooid. Ik heb zo'n vermoeden dat ik dit level opnieuw moet gaan doen. We hebben nog 62 seconden. Oké, dus we moeten op deze blauwe knop springen voordat wij weer omhoog gaan. Dan op de loopband. Ja. En als we straks terugkomen met de sleutel, dan moeten we dus die linker knop gaan indrukken. Nou, op de loopband. Anders dan gaat dat ook weer fout straks. Jump. Jump. Ik heb nu net de verkeerde knop. Zo kan het wel. Ah. Oké, hè. Nou, we zijn er. Zo. Dan gaan we die kant. Alleen... Er is één ding nu. Dit gaat dus nu allemaal de verkeerde kant op. Moet ik de sleutel dan hier neerleggen? Is dat het idee? 7, 6, 5, 4. Dan kan ik hem hier oppakken. En dan kan ik... Oh, nee. Oh, nee, maar dat gaat ook niet. Nu is die loopband de verkeerde kant op. Nu. Nee. No. Paniek. Niet vallen. Die kant. En mee. 5, 4, 3. Ja. Ik heb geen idee of dit level zo moet, maar dit was echt een vervelend level om te puzzelen. Jeetje mineetje. Kom maar. Ja, kom dan. Kom maar. Ja, ik moet de andere kant op. Kan je mij helpen? Kan je mij duwen? Kom maar. Dank u. Joejoe, mazzel. Een kleine sprong. Dan komt deze. Dan kan ik hier omhoog. Dan komt hier een gele trap. Kan ik met de gele trap hier omlaag? Ja, duw jij mij er weer even doorheen. Dank u. Zo. Kunnen we hier omhoog? Dan spring ik hier naartoe. En dan kun je mij weer duwen. En dan kan ik springen. Oh shit. Oh, dit gaat ook weer fout, denk ik. Laten we eerst eens even hier naar beneden gaan. Gaan we deze pakken. Gaan we heel hoog. Zo. Gaan we weer heel hoog. Dan zijn we hier. Ja. Oké. Misschien gaat dit wel goed komen. Zo. En dan kleine zwaai. Ja. Even kijken wanneer we naar beneden kunnen. Ja. Oké. En dan... Oh. Nu nog. Go! Net op tijd. Oh, dit was wel een lastig level, jongens. Oké, laatste normale level in wereld 8. Oh, en nog wat over New York. Wist je dat er 20 miljoen mensen wonen? Dus er wonen meer mensen in die ene stad in Amerika dan in heel Nederland. Dat is ook een lijp, toch? Meer mensen in New York dan in heel Nederland. Ja, ik vind dat heel bizar om te beseffen. Oh, deze gaat sowieso zo'n dingetje op mij gooien. Oké, eens even kijken, hoor. Ik moet hier naartoe, want ik kan de andere kant niet op. Ik heb weer geen geduld, hè. En ook wel grappig, Central Park, dat is een heel groot park in New York. Midden in de stad, echt superleuk om daar doorheen te lopen. Maar dat park, dat is dus groter dan Monaco. Dat vond ik ook wel bizar om te beseffen. Ik wist helemaal niet dat Monaco zo klein was. Central Park, dat kan je in een half dagje ongeveer doorlopen. Als je gewoon een half rondje wil lopen van de een naar de andere kant, ben je ongeveer een halve dag wel kwijt. Misschien nog iets minder zelfs. Dus Monaco, oh, dit werkt dus niet. Ik moet daar bukken. Maar Monaco is dus zelfs nog kleiner dan dat. Dus ik leer ook weer gewoon van deze video's, hè? Oké, hier gaan we deze knop opdrukken. Dan ga ik dit prullenbakje. Gaan we rustig hier naartoe lopen naar dit eerste cadeautje. En dan kunnen we hierop springen. Waar gaan we nu naartoe? Ik kan daar nu daar doorheen. Oké, dus dan betekent dat ik me... Ik had zo blind vertrouwen in dit spel. Oké, nu even rustig kijken. Ik had gewoon vertrouwen dat het allemaal wel goed komt. Dat er een platform onder mij zou zijn. Maar nee hoor, niks is minder waar. Oké, hierop. En dan denk ik hier naar boven. Oh, voor een uppie en een cadeautje. Oké. Dan ligt de sleutel dus daar al onder. Die kan ik gaan pakken. En, oh, dan zijn we er. Ja, lekker dit. Wat ziek idee. Een iets minder leuk feitje over New York is dat de mensen die daar wonen in New York, die zijn gemiddeld... Auw, dat deed pijn. Maar die mensen zijn dus ongelukkiger dan de gemiddelde Amerikaan.
In zo'n grote mooie stad. Ja, misschien ligt er dan toch allemaal iets te veel druk op of zo. Oké, zo. Ja, zie je, het kan wel. Okay, daar is dat Mario poppetje. Hier hebben we bobbies. Ga ik hier dit bobbietje eventjes hierop gooien. Doe maar even ontploffen. Zo. Zo. En door. Volgende bobbietje kan ik denk ik alvast wel hier bovenop gooien. Misschien dat ik dan deze hier kan gooien. Zo, op dat randje. Ja. Dat lijkt ook goed te komen. Oké. Okay. Dan wil ik nu graag hier omhoog. Kijk, dat kan ook. Oh, oh nee. Oh, ik wist helemaal niet dat die aan de stroom ging staan. Wat naar. Weet je, ik ga gewoon eerst die hierboven kapot maken. Dat maakt het leven allemaal wat makkelijker. Kan ik gewoon nog hier staan. Waarom ga je altijd precies de andere kant op, vriend? Ik ga aan deze kant staan. Dan loop jij denk ik de goede kant op. Oké, cool. Laatste cadeautje van de partij. Hier omhoog. Dat uppie laat ik voor wat het is. Die ga ik niet pakken. Ik vind er wel goed ermee. Oh, wacht, hier gaat die gaan ook zeker onder stroom komen. Komt hier stroom? Nee, hier komt geen stroom. Dat is chill. Oké, dan gaan we heel grote zwaai maken. Zo naar deze kant. Yeah. Oké, als rood aangaat, dan kan ik lopen. Ja, dit is nice, jongens. Dit is nice. Het begint de goede kant op te gaan. Het einde van de level komt in zicht, hoor. Even goed kijken. Ja, ik kan hier die bom gewoon naar beneden gooien straks. Dat moet dan nu gebeuren. Oh, nee, ik had hem bijna uitgespeeld. Ik denk dat ik een bom mee moet nemen. Nee, ik ga toch gooien. Oké. Oké, ik wil nou niet weer falen, jongens. We zijn nu zo close, hè. Haal ik dit? Ik ga even gooien. Gewoon. Oké, ik wacht wel even. Ik ga nu lopen. Ik ga nu lopen. Ik ga het nu doen. En bom gooien. Nee, hij ligt te ver weg. Nee. Hoezo heb je opeens zo'n slechte gooi? Heb je kramp in je armen, Mario? Wat is dit nou weer? Wat gebeurt er met jou? Waarom heb je pijn? Jongen, jongen. Nu dan. Nee, ik ga dood. Ik ga dood. New York is helemaal niet leuk, jongens. Nooit naartoe gaan. Oh, ik word gek. Oké. Leg hem anders gewoon hier neer. Ja, lekker. Hé. Nu hebben we nog die gekke Shy Guy man daar zo. Oké, die heeft niks op mij. Yes. Klaar nou. Hé. Ben ik een cadeautje vergeten? Ik ben een cadeautje vergeten in level 5. Ja, dan moet ik die weer straks opnieuw spelen. Welk cadeautje ben ik vergeten? Ik moet eerst uppies gaan pakken. Oké. Ja, kan je wel die kant op lopen? Kan ik wel vast dat sleuteltje laten vliegen? Ga hier omhoog. En dan. Zo, zo, zo. Pak de sleutel. Ja, die sleutel is ongrijpbaar, vriend. Die sleutel is ongrijpbaar. Oké, nee, die sleutel, die gaat nu omhoog. Ja, een mooi verhaal dit. Ga niet zo lekker. Oh, hè? Kijk, ik heb wel... Ze hebben mij belazerd. Ze haalden net opeens die ster weg bij level 5. Ik dacht dat ik die ster niet had gehaald. Dat is wel gewoon gehaald. Jongen, jongen. Nou, ik kan me lol op met deze mini Mario level, denk ik. Ik denk dat dit echt een drama gaat worden. Oké, laat me eerst kijken. Lopen ze deze kant op? Sowieso. Nee, dit zie je, dit gaat nu al fout. Gaat nu al helemaal fout. Niet te ver, niet te ver. Niet te ver doorlopen, zeg ik toch. Hoor je mijn stem niet, Mini Mario? Dit moet in één keer goed gaan, anders gaat het fout. Klinkt logisch, hè? Kijk, dan moeten ze allemaal daar naartoe. Dan moet ik nu deze knop indrukken. Dan moet ik nu deze en deze. Mario, Mario, Mario. Ach, die geven mij stress. Ga ik nu alvast deze indrukken? Ja, loop maar door. Ja, oké. Okay. Ja, dit gaat goed. Dit gaat goed. Dan gaan jullie nu daar naar beneden. Ja, pikken, Mario. Ja, maar pikken, 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 Mario. Ja, ja. Oh, die stemmetjes. Ja, ja, ik kom al back. Ik kom al back. Doe eens rustig. Doe eens kalm. Deze gaat aan. Ja? Kijk, dan kunnen jullie gewoon rustig eronder doorlopen. Kom back, Mario. Oké, als jullie nu... Kunnen jullie hier natuurlijk? Oké. Wachten. Ik moet eerst ergens een rode knop aanzetten, jongens. Zo. Ja, 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 ja. Kijk. Ja, kom back, Mario. Ik ben hier. Kom back, Mario. Kom back, Mario is hier. En nu? Hoe gaan jullie nu omhoog? Oh, wacht even, wacht even. Misschien heb ik hem. Misschien heb ik hem nog op tijd. Gele knop indrukken, denk ik. Naar beneden. Zo. Trampoline. Nee. Ik wou die trampoline oppakken. Oh, wacht. Er stond nog een prullenbak. Ergens. Hier beneden. Kan ik die pakken? Kan ik die omhoog gooien? Ja. Ah, nee. Ik had die rode knop niet in moeten drukken. Nee. Ik ga dit weer net niet redden, hè. Ik heb net 2 seconden tekort, hè. Maar jullie weten wat ik moet doen. Ik moet deze. En dan zo. En dan moet ik die omhoog gooien. Ja. Huilen dit. Ik had hem door. Die moeten wel wachten. Zo. Ja, kijk. Wel wachten, hè. Niet doorgaan. Geduldig op je beurt wachten.
Zo, rood is aan. Heb ik nu hier die prullenbak? Zijn jullie allemaal hier? Ja. Dan ga ik die hier in een hoekje gooien. Ja, kijk, dan kunnen jullie... Ja hoor. Lekker. Ga er maar in. Kom maar. Dat is goed, man. Ik ben er. Oké. We zijn klaar voor Donkey Konkie in New York. Ik denk dat die op een hoge skyscraper plaats gaat vinden. En dan wil ik alleen nog aan jullie vertellen dat de huur van een slaapkamer in New York €3400 is. Per wat? Huh? Wat is er nou? Kan ik dit nou gewoon zo laten? Oh, kijk. Kijk, hij gaat dan die bommen op mijn hoofd gooien. Maar ik moet dat ook doen. Ja, ik snap hem. Oké, even opnieuw. Ja, en dan ga jij strakjes ook op een knopje springen. En dan ga ik ook weer. Kijk, jij gaat nu drukken, denk ik. Dan ga ik ook drukken. Dan ga ik het drukken. Zo. En dan valt die ook op jouw hoofd. Oh, wacht. Moet ik gewoon geduld hebben? Gewoon even kijken wat er gebeurt. Hij gooit er nu weer in. Gaat hij weer drukken, zeker. Ja, dan ga ik ook drukken. Zo. Gaat hij zeker nog een keer drukken. Of niet? Nee, hij drukt niet nog een keer. Oh, dat is top. Lekker, man. Wat een ziek idee. En nu? Nu is die goed? Ja, dat dacht ik al, hè. Dat dacht ik al. Zo, die gooien we even weg. Oké, hij vindt het nu al prima. Volgende ronde. Ga. Nee! Dan moet ik weer opnieuw. Wat ga mee? Hier, Donkey. Die is voor jou. Sta vast klaar, hè, voor ronde 2. Dat je het weet. Hoppakee, ronde 2. Die is ook voor jou. Oké, ronde 3. Ik sta weer klaar. Lekker! Oké, ronde 4. Ga ik gelijk. Zo, hoppakee. Ja, hij staat goed. Doei, Donk. Uiteindelijk is deze eigenlijk niet zo moeilijk. Je moet gewoon snel doorlopen, dan komt het goed. Maar Donk, is het nou een keer klaar met die zak meenemen de hele tijd? Ja, blijf bezig, hè? Bro, we hebben weer de perfecte score. Is het niet een keer tijd om op te houden met deze geintjes? Ga je nou weer wegrennen? De schemerstad is ook weer voltooid. Hey! Kijk hem rennen. Er gebeurt iets. Oh, hij stopt met rennen. Wat doe je met die zak? Wat zit erin? Is die leeg? Is het... Ja, ik heb alles gevonden. Lekker! Wat ga je met die toots doen? Wat ga je met die toots... Bro! What? Oké, dit is denk ik het allermeest klassieke leveltje. Oh my god, wat moeten we doen? Moeten we de sleutels pakken en de toots bevrijden? Zonder dat we geraakt worden, denk ik. Ja, dit is wel lachen, zeg. Oef. Oh. Huh? Waar is die rode sleutel? Wat? Niet oké. Hij verplaatst die sleutels steeds. Wat een droepie. Oké, ik ga gewoon heel hoog. Ga ik gewoon. Waar zijn je sleutels? Oh my god. Ik ga de blauwe sleutel pakken. Ja. Oké, de blauwe sleutel hebben we. Die is het hoogst van allemaal. Nee! Oké, zolang ik een sleutel heb, mag dat blijkbaar. Dan mogen we geraakt worden. Oh shit, dan verdwijnt alleen de sleutel. Oké, ik ga met deze rode sleutel helemaal naar beneden. Ja, dat is 1. Lekker. Pas op, Toot. Toot die kan wel... Oh my god. Oké, ik ben dood. Oké, maar dit vind ik wel leuk. Dit is wel een leuk leveltje. Ja, ik heb de rode gelijk te pakken. Dat is top. Moeten we alleen de gele en de blauwe nog. Kijk, dit is lekker. Waar gaat die ton naartoe? Even wachten. Waar gaat die andere ton naartoe? Ja, daar kan ik precies tussendoor. Jammer dat de blauwe sleutel niet aan de andere kant is. Oh. Kom op, Mario. Zelfde tempo als net. Die rode is makkelijk. Die heb je dan gelijk te pakken. Oeh, die gele ligt ook gelijk nu goed. Donkey. Laat hem even daar liggen. Ja. Lekker. Oké. De gele. Ja. Oh, de blauwe sleutel ligt gelijk hieronder. Dit is mijn mogelijkheid om het te gaan halen. Cool. Ik moet via rechts naar boven, zie je. Oké, dit gaat. En dan kunnen we via links. Ja. Oh, nee. Ja. Lekker. Ja, lekker. Oh my god. Die ton die valt bijna op mijn hoofd. Ik moet gelijk wegspringen. Oh. Maar nu. Wat is nu de bedoeling? Doe ik naar boven? Ik snap het niet. Moet ik op zijn hoofd springen? Hier! Nee! Dat moet niet! Wat moet er dan? Komen de toads mij beneden helpen dan of zo? Oh, kijk, de... Huh? Wat moet ik doen? Kijk, de toads zijn nu al bevrijd. Maar ik weet alleen niet wat ik nu zelf moet doen. Ik moet een normale ton pakken en die op zijn hoofd gooien. Dat is het wat ik moet doen. Oké, maar dat is geen punt. Ik sta nu hier goed. Oh, maar die moet ik dan van helemaal beneden pakken waarschijnlijk. Oh, ik moet met deze ton daarboven? Dat is lijp. Oké, maar we gaan goed. We gaan heel goed zelfs. Donkey! Hier! Oké. Je bent 1 plateautje lager nu. Mag ik nu op deze dingen drukken? En dan? Er gebeurt niks. Oké, ik moet denk ik gewoon naar beneden. Hij blijft tonnen gooien. Ik moet hem gewoon laten vallen, joh. Oké, er staat nu een ton. Die ligt nu beneden. Ik hoor toon. Oh, die toons brengen die ton, denk ik. Oké, welke kant gaat dit op? Zo. Zo. Oh, lekker! Oké, Donkey. Dit is hoe we het gaan doen, blijkbaar. Ik wacht gewoon even lekker hier totdat die ton beneden staat.
Ja, die staat er nu. Hij gaat dan die gooien. Cool. Ja. Oké, ze blijven ze. Ja, maar dit is easy. Want nu komt hij niet meer hier. Hotsikidee! Lekker, jongens! Oh, we wilden hem nog redden. Zag je dat? Mario wilde hem nog pakken, deze donkey, maar hij valt naar beneden. Hopelijk wordt hij wel gered, want dit is best wel een aardig geval voor Donkey. No! Oh, nee, dit was het. We zullen nooit weten hoe het af is gelopen met Donkey Konky, die naar beneden viel. Kan nu normale levels in recordjacht spelen. Daarbij zijn doel om voltooide levels zo snel mogelijk tijd neer te zetten. Maar hoe gaat het met Donkey? We hebben ook de expert levels vrijgespeeld, blijkbaar. Er zijn nog meer levels. Kijk! Kijk, daar gaat hij. Konky, pas nou op! Oh, hij valt precies op de truc met speelgoedjes. Maar ja, dat vindt hij alleen maar leuk. Oh, nee. Nee. En het begint gewoon weer opnieuw. Kijk. Het begint gewoon weer opnieuw. Oh, of ga je ze nou terugbrengen? We zullen het nooit weten, denk ik. World 1 Plus? Wat? Oh, dat zijn die snelle levels, of de extra moeilijke levels. Ik vind dat ik dit spel heb uitgespeeld. Vind jij dat ook? Laat het weten in de comments. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!